Hoi, ik ben Johanna Nijthever en dit is mijn vlog. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video heb ik voor jullie weer een nieuwe proefbespreking. En dit keer in het M1, samen met Chimeur natuurlijk. En deze proef hadden dus 203 punten, dus dat betekent 2 winstpunten. Deze proef ging echt super goed. Er zaten een paar rondjes in, maar even goed was het een super fijne proef. Dus ben je benieuwd hoe onze proef eruit zag? Blijf dan zeker even kijken. Nou, dan gaan we dus nu beginnen met de proefbespreking. En als eerst moest ik A, X, C, binnenkomende arbeidsdraf, C rechterhand. En daar had ik een 7 voor. En we zaten mooi op de middenlijn. Rechterhand. Daarna moesten we MXK van hand veranderen in middendraf, K arbeidsdraf. En ik had er 6,5 en er stond bij meer verschil. A, halt houden. Daar kreeg ik een 5 voor en er stond bij te progressief. Dus ja, te snel en hij kwam een beetje tegen de hand en zo. 3 tot 5 passen achterwaarts. Hadden we een 6 voor. Op het laatst kwam hij zeg maar tegen de hand, dus daarom was het een 6 geworden. F schouder binnenwaarts tussen B en M rechtuit. Een 7. Die ging wel heel erg netjes. EB door een S van hand veranderen. En daar kregen we een 7 voor. En er stond bij iets meer bergop. Dus dat hij iets meer naar beneden zeg maar, ging leunen. En dan moest hij zeg maar, iets minder zeg maar, tegen de hand ook een beetje komen. K schouder binnenwaarts tussen E en H rechtuit. Daar kregen we een 6 voor. Onregelmatige buiging. Dus dat betekent dat hij de ene keer weer wat meer boog en de andere keer weer wat minder. En dat was ook de moeilijke kant. Maar gelukkig gaat het nu wel steeds beter. CX, half grote volte rechts. Daarbij het paard de hals laten strekken. Daar kreeg ik een 5 voor en hij moest meer dalen. En dat snapte ik ook wel, want het ging niet super netjes. AX, half XA, sorry. XA, half grote volte links. En daarbij de teugels op maat maken. Daar kreeg ik een 6 voor. En zoals je ziet, komt hij daar ook een beetje tegen de hand. A, arbeidsstap. 7, want die ging netjes. FE, van hand veranderen in middenstap. FEH, dus zeg maar tot H. Voor H, arbeidsstap. En daar stond bij, we hadden een 7 en er stond bij iets te gehaast. Dus dat hij iets meer, hij was zeg maar een beetje loperig. Moesten we H arbeidsstap, dus je moest je voor H zeg maar weer stap. En dan H arbeidsdraf. C arbeidsgalop rechts, daar kregen we een 7 voor. CX half grote volte rechts, XA half grote volte links in contragalop. Voor CX kregen we een 7 en voor XA een 8. En die ging ook echt super goed. A, 4 tot 6 pas andere galop aanspringen. Daar kregen we een 6 voor, iets te vroeg. Lange zijde middengalop. Daar kregen we een 6 voor, iets meer terug bij M. Ja, dat verzamelen dat vindt hij nog steeds zo lastig, maar dat oefende aan. CX, half grote volte links, daar kregen we een 7 voor. En XA, contragalop, kregen we een 8 voor. Dat ging echt super goed en ja, hij bleef gewoon netjes onder me. A, arbeidsstraf. Kregen we een 6 voor, iets laat, dus dat hij iets te laat was. Van hand veranderen in middendraf, een 6,5, nog meer verschil, net zoals bij de eerste middendraf. Daarna moesten we EX halve volt de halve baan en G halt houden en groeten. Daar kregen we een 6,5 voor, want hij was iets te groot en dat stond er ook bij. Dat was dus mijn proef. Zo, jullie hebben dus net de proef gezien. En ik hoop dat jullie het ook een hele leuke proef vonden. Ik vond het in ieder geval wel. En dit is dus de protocol. Nou, we hadden dus 203 punten. En daaronder staat dus ook altijd nog wat. Onder het zwarte balkje
staan dus nog meer dingen, want dit is de proef. Tot hier het zwarte balkje. En dan hieronder staan dus nog een paar andere dingen. Wat dus geen oefeningen zijn, maar waar dus ook gewoon gestudeerd wordt. Namelijk stap, tak, ruimte, regelmaat. Voor de gehele stap hadden we zeg maar een 7. Voor draf, tak, ruimte, regelmaat hadden we een 7,5. Dus ook voor alles wat ik dus in de draf heb gedaan. En voor de galop, tak, ruimte en regelmaat hadden we dus een 8. Dus hij heeft gewoon een 8 voor zijn galop gekregen. Echt super goed. En de impuls, het arbeidstempo, het reis, de drie basisgangen hadden we een 7 voor. Het rechtgerichte, ontspannen en in de aanleiding gaande paard hadden we ook een 7. Rijvaardigheid en harmonie ook een 7. Het effect van de hulpen ook een 7. En voor mijn houding in zit had ik dus een 8. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus dit was eigenlijk wel een hele goede proef. Alle twee hadden goed ons best gedaan. Dus daar waren we heel erg blij mee. Dus ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Geef dus zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Bedankt voor het kijken. Doei! Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.